allemaal hits. Roelendors op Dance Nature. Ik sta hier met twee heren. Ik heb er alleen maar één op het podium gezien. What's the deal, guys? Stijn, vertel. Waar was je? Zie Facebook. Nee, grapje. Dat is wel heel makkelijk, hè? Dat is wel heel makkelijk, ja. Nee, dat is al een tijdje zo. We hebben gewoon wat dingetjes veranderd en de naam ook aangepast. En ja, vandaar dat Roel eigenlijk alleen op het podium stond. Maar we zijn verder nog in alle facetten een duo. Jullie zijn gewoon nog vriendjes, Roel. Zeker weten. Maar is het een beetje de constructie die bijvoorbeeld de Bassjackers hebben? Dat de een echt meer produceren focust, zo nu en dan wel meegaat, en de ander echt meer op het draaien focust? Ja, je kan het een beetje zo zien, ja, zeker. Ja. Maar je zit nog wel in de studio met Stijn? Ja, ook dat. Ja. Oké, okay, en als jij dus aan het draaien bent, dan zit Stijn in de studio en die maakt alvast een nieuwe edit. Dat gebeurt ook, ja. Ja, onder andere. Ik zorg dat zijn set ook een beetje cool blijft. Oh ja, 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 oké. Dus stiekem bepaalt hij gewoon wat jij draait, Rolf. Klopt. Geen eigen mening hier. Wat een rot leven. Hé, hoe gaat het verder met jullie? Want jullie hebben net een plaat uitgebracht op Revealed. Label van Hardwell. Danneke EP Selection. Ja, klopt. Tof. We zijn er blij mee. Ik heb toevallig net niet, ik ben niet eraan toegekomen, maar ja, hij loopt lekker in onze sets. Dus het is wat steviger voor ons doen, maar dat kunnen we wel gebruiken. Ja, en ook goede support volgens mij. Ja, zeker. Die jongens die Revealed normaal ook steunen, die hebben zeker allemaal in shows gestopt. Dus dat is wel gaaf. Ja, ik bedoel, dan haal je wel een Beatport top 20 hitje natuurlijk. Nou, nee, dat is niet per se één op één, hoor. Vaak wel. Maar ja, ja, goed. Maar kijk, onze plaat is weer net niet zo typisch Revealed natuurlijk. Het ligt weer een beetje tussen house en EDM in. Het is wel wat steviger. Maar het is gewoon heel leuk dat ook Daan die sound gewoon support. Terwijl het toch net iets rustiger is dan de echte Revealed platen. Dus ja, dat eigenlijk. Dance Nature, hoe was het, Roel? Ik vond het heel gezellig. Ik was in het begin een beetje regendans. Maar ze stonden lekker een beetje verspreid onder de bomen. Een beetje schuilen, knus. Maar op een gegeven moment kwam er 1, 2, 3, 4. En op een gegeven moment stond de hele dansvloer vol. En werd er goed gedanst. Dus ik ben blij. En blij in Roel. Dan kijken we toch even naar jullie releases de afgelopen tijd. Jullie hebben altijd al een bepaalde groove gehad. Het was echt altijd wel, ja, house muziek, wel met ballen. Maar het is nooit EDM geweest, om het zo te zeggen. En je ziet dat die movement, wat jullie al jaren draaien, dat die alleen maar groter en groter en groter wordt. Dan heb ik het gevoel, volgens mij zijn Roel & Doors echt, zowel productietechnisch als DJ en als DJ zijnde, gewoon helemaal in hun sas op dit moment. In hun sas, zei je dat? Ja. Ja, met Baredas, hè? Ook dat? Ja, ja. Nee, we vinden dat heel erg fijn. Dat het inderdaad een beetje zich begint te balanceren. Nu is Deep House nog steeds wel heel erg populair. En was vorig jaar EDM super populair in het jaar daarvoor. Maar wij zijn gewoon altijd lekker ons ding blijven doen. En nu ook. En ja, als de markt nu onze kant op komt, dan is dat heel erg mooi. Want die markt die komt dan op dit moment jullie kant op. Jullie hebben dus een nieuwe naam. Het is nu Roel & Doors. Dat end. Het is niet Doors. Maar hoort daar ook een klein beetje andere muziekstijl bij? Of is dat dan weer net niet? Ja, we hebben wel veel nieuwe platen en het is een nieuw sausje. We hebben veel in de mix geïnvesteerd. Ze worden nog een tikje dikker. Misschien wat meer, soms wat meer rechtdoor, maar we houden ook de bounce en de groove erin. Dus ik denk wel dat we net wat nieuwe saus hebben, maar daar zijn we heel blij mee. En er gaat veel nieuwe muziek aankomen. Ja, die nieuwe saus is ook niet zo heel erg gek, want jullie hebben een studio laten bouwen. God damn it. Nou, correctie, die hebben we zelf gebouwd. Ja, dat is waar, ja. Ja. Dat kost wel aardig wat werk, maar nee, daar hebben we nu denk ik, studiobouw was één, maar nog, we hebben ook nog geïnvesteerd in speakers en dat soort dingen, maar dat hebben we tijd voor nodig gehad. En nu hebben we wel een mooi dingetje staan. Ja, ja. En dat ga je ook horen, hopen wij, dat mensen dat gaan horen in de platen. Ja, in een creatieve ruimte gebeuren creatieve dingen. Ja. Dus, meer releases van Roel & Doors en op welke termijn dan? Ja, sowieso. Ja, sowieso, maar op welke termijn? Welke termijn? De volgende is ergens in november volgens mij. Dus vlak na het ADE? Ja. Deal. En? Welk label? Ja, dat kunnen we toch nog niet zeggen. Flamingo. Ja. Misschien. Zou heel misschien warm kunnen zitten. Is goed. Hey, Roel & Doors. De reis gaat nu naar het westen van het land volgens mij. Ja, het is Zuid-Holland. Rotterdam. Rotterdam. Yes man, Rotterdam. En volgend jaar gewoon weer terug op of Down Under of Dance Nature. Zeker, ik vond het heel gezellig. Absoluut, wij zijn er weer bij. Glow FM.